Vader en Heer Van Rossum, wat is uw beschouwing van de dreiging van een invasie van Taiwan vanuit het Chinese vasteland? Nou, ja, dit is vrij sterk, alweer. Van Rossum, kunt u mij horen? Ja, ik weet niet of je de berichtjes hebt gezien van Dirk Sauer, de uitgever van de Moscow Times. Die zegt eigenlijk op Twitter: Ja, de NAVO kan niet anders dan op een gegeven moment ingrijpen in het conflict in Oekraïne. Want die oorlog is zo vernietigend. Humanitaire rampen dreigen. Maar hoe lang kan de NAVO aan de zeilen blijven toekijken? Dat hoor je ook vragen. Nou, van. hartstikke lang. Omdat wij natuurlijk, ja, vandaar dat, dat, dat natuurlijk eh, Poetin er meteen de nucleaire kaart getrokken heeft om ons bang te maken. Ja, ja dat is een daad van ingrijpende onverantwoordelijkheid. Maar ja, wie wil dat? Die wil het risico gaan nemen. Hmm. Dat had ook effect, hè? Want... En, en wat moet hij dan doen? Een, een, een nucleaire raket op, weet ik veel, een van die stadjes daar in de Oekraïne afschieten? Nou, ja, chemische wapens voor je. De, omdat het misschien dat niet snel... Dat je heel wat anders natuurlijk, chemische wapens. Dat, 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 kan, dat kan allerlei vormen hebben. Dat kan klein en groot zijn, enzovoort. Ja, maar stel en dat hij dat doet... Een nucleaire ontploffing, dat is echt iets anders. Ik ben er zelf van overtuigd dat als hij dat zou doen, dat het ook het eind van zijn regime is. Maar... Uh, ik denk niet dat hij het zal doen. Nou, maar stel maar dat het te lang het duurt. Risico niet nemen. Hmm. Maar hij kan natuurlijk straks uh, geïrriteerd raken dat het zo lang duurt. Dat hij denkt, nou weet je wat, het duurt zo lang. Ik zet chemische wapens, en heb ik in ieder geval uh, Kiev of, of welke stad dan ik ook. Ik weet het niet. Ik, ik acht het niet. Buitengewoon waarschijnlijk, eerlijk gezegd. En gaat de NAVO dan blijven kijken. Of gaan ze dan zeggen? oké, okay, dit gaat blijven, er weg. Kijk, maar blijven kijken. Ook als dat gebeurt met chemische we hebben wapens. Van tevoren afgesproken, dat is de hoofdreden dat dit überhaupt gebeurt. We hebben van tevoren afgesproken dat we de Oekraïne niet zouden verdedigen. Want de Oekraïne is geen lid van de NATO en valt dus ook niet onder artikel 5. Klaar is Kees, daardoor kon hij dit doen. Hmm. Hey. Achteraf moet je zeggen, dat hebben ook allerlei mensen natuurlijk terecht gezet, hadden we Oekraïne maar lid van de NATO gemaakt, dan was het klaar geweest. Maar goed, stel dat nou een raket op Pols uh, grondgebied terechtkomt, dan kan de NATO... Oh, nou, die natuurlijk... Polen kijken daar wel overheen, denk ik. Ja, maar... er, was al, er was al een drone in, in Kroatië terechtgekomen. Dus, ja. Maar gaat de NAVO dan niks doen? Ze moeten dan nee. toch wel handelen? Nee, dat denk ik niet. De NAVO zal heel voorzichtig zijn. Vooral natuurlijk omdat de NAVO gestuurd wordt door de Amerikanen, laten we wel wezen. En die zijn ook heel voorzichtig op dit punt. Nou, Biden was toch, heeft hem een oorlogsmisdadiger genoemd ja, deze week. Ja. Nou, dat hij er even over na had gedacht, begreep ik uit de, uit de schets van de scène. Heb je dat fragment gezien? Nee, ik heb het, ik heb het niet gezien, ik las erover. Eerst wilde hij niks zeggen. Hij zei, wij willen niks zeggen, en dan loopt hij een eindje door, komt hij terug. Yeah, work criminal. <laughs> ja, het is een worker. Dat was heel bijzonder. Ik heb het nog nooit gezien. Heb je een worker? Nee. Heb je me gevraagd of ik een worker zou worden? Oh, ik denk dat hij een worker is. Ja, dat is een volkomen nutteloze uitspraak. Ja, is het, is, is het, je kunt die Oekraïne een criminele onderneming noemen. Je kunt het ook uh, een. Weet, weet je niet dat we eigenlijk in, in, vanwege het boek van, uh, van Overy. dat we dat, die thematiek hebben besproken. van dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een imperiale oorlog was. Waarin drie naties, namelijk Japan, Italië en Duitsland. niet waar oorlog hebben gevoerd omdat ze ook een imperium wilden hebben. In Italië en Afrika, in Afrika, Duitsland in Centraal-Europa en de Westelijke Sovjet-Unie en Japan is in China. Nou, die oorlog is door die drie partijen is die totaal verloren. En dat zijn ook geen imperiale mogelijkheden, meer sterker nog als je Italië nu imperiaal noemen, daar we een beetje lacher daarvan natuurlijk. Duitsland is natuurlijk ja, als exporttechnisch. Nog wel een imperiale mogelijkheid, maar daar praten we niet op die manier over. Maar wat je natuurlijk vergeet als je het over die Tweede Wereldoorlog hebt: dat een andere imperiale mogelijkheid, namelijk de Sovjet-Unie, die oorlog gewonnen heeft, of mede gewonnen heeft. En die ook die oorlog gebruikt heeft om zijn imperium aanzienlijk te vergroten, namelijk door Centraal- en Oost-Europa te bezetten. Wat het geval is geweest, zoals wij alle weten. Niet waar, maar euh, nou ja, globaal gerekend tot het najaar van 89. Of zo je wil, tot, tot, tot 91. En toen heeft de Sovjet-Unie onder leiding van Gorbachev besloten. Dat ze eigenlijk dat die, die uitbreiding van het imperium niet echt nodig hadden. En dat het ook veel geld kostte. En dat het efficiënter was om dat nieuwe stuk van het imperium af te stoten. Maar ondertussen was de Sovjet-Unie nog steeds een imperiale staat. Vergeet niet dat, dat je daar eh, aan, de, aan de grens staat. Niet waar, dat je dat Vladivostok... Het loopt door tot Vladivostok. Ja, ja. Eh, het, is, het is een gigantisch land. Eigenlijk een beetje... Onbeheersbaar en onregierbaar land, maar nog steeds een imperiale staat. Wat Poetin doet, wat hij, wat hij zo zal hier denk ik verdedigen, als hij een oude man is en in het verzorgingshuis terechtkomt, als hij dat tenminste haalt, dan zal hij zeggen: Ja, wacht nou even, ik, ik behartig de imperiale belangen van het grote mythische Rusland. He, dat, dat, en, en. En die, die Oekraïne die moet geen praatjes hebben. Die hoort gewoon tot het imperiale, grote, machtige, vanzelfsprekende en mythische Rusland. Dat is zijn thematiek. En dat die Oekraïners de boel in de steek gelaten hebben, dat vindt hij vervelend. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Witte Russen en zo. Maar goed, Lukashenko die heeft hij ondertussen ja. al ingepakt. En die lui in Kazachstan ook. Maar dat zal een problematische zaak blijven. Maar wat Poetin doet, is een imperiale politiek voeren. En je kunt daar, als je wilt, nog wel een nog veel ongelukkige conclusie aan hechten. Namelijk vraag je nou eens af wanneer ooit Rusland een, een democratisch bestuur heeft gehad. Een fatsoenlijk functionerend democratisch bestuur. Nooit! Laten we even beginnen in de late 19e eeuw. Het is altijd een repressief gewelddadig systeem geweest. Nou ja, zoals we weten, de bolsjewieken die de arbeiders kwamen bevrijden, hebben 20 miljoen eh, Russen vermoord. Ja, die wou niet luisteren en zo, Daar moet je ook niet, hè. Ja, Bolsheviken, dat is mensen die iets geloven, die zijn vaak levensgevaarlijk. Toen... Eh, denk ook aan Stalin natuurlijk en zuiveringen, vandaar ook dat wat Poetin nu zegt, dat je ook denkt. Zuiveringen eh, en nou uh, toen kwam Khrushchev in de jaren 60, we moeten dit even in grote stappen doen, toen kwam Khrushchev in de jaren 60 en zei, ja, we kunnen niet zo doorgaan. We moeten toch een deel van die, van die mensen die we op hebben gesloten in die gulag, die moeten we maar vrij laten en je mag, uh, mag opstandige pamfletjes, die mag je schrijven en laten drukken en uh, romans die kritisch zijn mogen ook verschrijven. Uh, uh, dat heette dooi, het uh, was dooi. En iedereen dacht, want elke keer tuinen werden er namelijk weer in, dacht. Ach, eindelijk wordt Rusland een normaal land. Waar normale dingen mogen. En je niet voortdurend, als je het toevallig van oesters houdt, wordt opgesloten of uit het land geknikt Of ik weet niet voor wat. En nou ja, we weten hoe dat afgelopen is. Hè. Khrushchev is tenslotte afgezet in 1964. En die is vervangen door, door Brezhnev. En ja, dat is wel een hele. Die is ook treurig geëindigd. Dat was aan, 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 was aan verslaafd geraakt aan allerlei geneesmiddelen. En, nou ja, zijn grootste liefde was een collectie dure auto's. Dat dan weet je ook al dat iemand wel eens een beetje voorbij het laatste paaltje is. Zal ik maar zeggen. Toen kwam Gorbachev. Een, een, een hele wonderlijke man. Want dat. We dat, wouden ook afhankelijk niet geloven dat het een wonderlijke man was. He, veel Amerikanen zeggen: ja, je kunt ze nooit vertrouwen. He, eerst toen ze aardig en dan. Hebben ze uit de tent gelokt en pang, dan slaan ze hier. Nee, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het grote verschil tussen Gorbachev en dat geboefde in dat politbureau was dat het een fatsoenlijke man was. En hoe het gods mogelijk is geweest dat ze een fatsoenlijke man hebben gekozen als leider van de Sovjet-Unie, dat blijft tot op de dag van vandaag raadselachtig. Hij maakte natuurlijk een efficiënte managerial indruk. En dat optimistisch en dynamisch misschien, dat dat het was. Nou ja, en, en op goede gronden, naar mijn idee, op zeer goede gronden, heeft Gorbachev besloten: dit moet afgelopen zijn. Dat, dat die, die repressie, repressie en het geweld moet afgelopen zijn. Eh, ik, doe, eh, ik geef ze de vrijheid in, in Oost- en Centraal-Europa. En ook in de Sovjet-Unie zelf wouden hier hervormingen. Hè, de bekende perestroika en, enzovoort. Enzo. Eh, eh, door inzichtelijkheid, het, het moest beter en anders. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is. Ten slotte is Yeltsin aan de macht gekomen. Afgezien van zijn liefde voor de alcohol. Een totaal andere figuur dan Gorbachev, namelijk wel toch een onderdeel van het klassieke geboefte. Niet waar, wat de Bolshevistische Sovjet-Unie leiding gaf. Jeltsin uh, is verdwenen in de alcohol en heeft tenslotte op de val, heeft niet waar, zijn toenmalige minister-president. Poetin plotseling tot president, een soort coup. Uh, Poetin is president geworden. Aanvankelijk dachten we ook weer. Je zou wel kunnen beargumenteren dat wij misschien in de jaren negentig. Die aftakelende, dat aftakelende Rusland wat meer hadden moeten helpen en ondersteunen. goed, dat hebben we dus niet gedaan. Maar dat wordt ons vaak ook nog verweten. Sterker nog, we hebben de NATO toen uitgebreid. Waar veel oppositie tegen was, terwijl je achteraf moet zeggen. Je kunt niet anders dan concluderen dat we daar groot gelijk in hebben gehad dat we dat gedaan hebben. Dat geeft nu althans voor de Baltische Republiek en zo heeft dat toch wel een soort van geestelijke steun. Ja, aanvankelijk was Poetin, dat je ook bij Poetin dacht, nou, dat gaat wel de goede kant op en zo. En nu heb je alleen mensen, ja, hij heeft ons zand in de ogen gestrooid. Hij heeft altijd al die imperiale gedachten, die heeft hij altijd al gehad. Ik vind dat vaak wel erg makkelijk om dat te zeggen. Ja, eh, zeg, ik had mezelf in de tijd helemaal niet erg over nagedacht, moet ik bekennen. En geleidelijk aan is Poetin, het, zodra duidelijk werd dat hij niet zo populair meer was, hij was aanvankelijk heel populair. Ja, is dat regime steeds repressiever geworden en gewelddadiger tegen eh, mensen die het er niet mee eens waren. En nu zijn ze op een punt gekomen dat je, dat je kunt lezen dat het neo-Stalinisme in feite in Rusland begonnen is. Oh, Al zal de Hulag niet niet terugkeren, denk ik, hoop ik, je weet het absoluut niet. Wat was dat? Nou, al die, al die concentratiekampen waar ze dus de tegenstanders van het regime in opsloten. Maar dat is dat nu toch nog in Siberië? Nou, ik geloof de groenlager in zijn traditionele vorm, die bestaat niet meer volgens mij. Hm. En al die mensen die protesteren en die worden vastgezet? Je vraagt ja, ja, die worden allemaal opgesloten. Ik weet niet wat ze daar precies mee doen, maar die worden allemaal opgesloten. Het moet daar niets. druk worden, want zelfs als je wit ja, blaadje... Nou, ik denk dat die na enige tijd weer losgelaten worden. Oh, want die mevrouw die ook uh, van het nieuws met dat bord, die is uh, een geldboete tot nu toe. Je moest 280 euro betalen. Zo is het. Ja. Dat is 118.000 euro. En ze kan nog voor het verspreiden van valse informatie vastgezet worden. Ik wens haar het aller, allerbeste toe. En ik hoop dat ze een geweldige betrekking in het Westen aangeboden krijgt voor zo'n ongelooflijk dappere daad. Ik had het niet gedurfd. Dat kan ik je wel zo vertellen. Nee, maar als je dat op straat ik... maar dus ja, je moet, je moet denk ik Poetin zien als een, als een soort verlaten editie van. van... Waar die drie naties waar we het over gehad hebben, Duitsland, Italië en Japan, mee bezig waren. Het Russische imperium bestaat nog steeds. En Poetin denkt dat het vertrek van Oekraïne uit dat imperium een enorme slag voor dat imperium is. En wil dat imperium handhaven en eventueel ook de, de, wat afgebrokkeld is, wil hij er weer bij trekken. Gaat hem dat lukken? Nee. Kijk. He, je hebt het bekende onderscheid tussen hard power en soft power. En hard power is dat je met een leger iets doet. en nou ja, Dit zijn die kanonnen waarmee je die arme flats in elkaar paffen. Dat is hard power. Dat lijkt altijd op het eerste gezicht enorm indrukwekkend. Denk aan de Duitsers in 1940, aan de Japanners in 1931, aan iets als de Italianen. Maar uiteindelijk wint altijd soft power. Als je wil weten waarom Japan, Duitsland en Italië zo totaal verloren hebben, dan is dat soft power. Namelijk het enorme productievermogen, vooral van de Verenigde Staten. Maar ook Engeland heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Ja, ze zijn outproduced, zoals dat heet. Dat is de reden dat ze de Tweede Wereldoorlog zo grondig hebben verloren. En die hard power van Poetin, daar denken we nu: oh jee, en dat kan heel vervelende gevolgen hebben. En we hebben diep en terecht met die mensen, dat is allemaal waar. Maar de soft power van de sovjet sorry, Rusland stelt niets voor. Wat verstaan we onder soft power? Productievermogen, innovatie, democratie. Nou ja, de hele zante kraam. Dat, dat, ja, Rusland heeft geen soft power. En, en, en voor zover ze al enige vorm van soft power ooit hadden, zijn ze nu bezig om dat natuurlijk naar de bliksem te helpen. Ja. Denk je dat Poetin een voorbeeld heeft in een tsaar die hem is voorgegaan? Nou, hij, natuurlijk, hij is steeds bezig om nogal eenzijdige interpretaties van de Russische geschiedenis aan te bieden. als redenen voor zijn optreden. En dat begrijp ik wel, want ja, ook de hele Russische geschiedenis is vol van onderdrukking, geweld en repressie. He? Denk aan de Pogrom's en, nou. Ja, ja, maar denk je dat hij zichzelf met Stalin vergelijkt? Nou, dat zou best kunnen zijn, want je weet, uit allerlei onderzoek bleek, eh, vooral natuurlijk nadat er zoveel veranderingen zich hadden voltrokken in Rusland in de jaren negentig en zo, dat, die, dat Stalin enorm populair was. zo'n vader des vaderlands. Nou ja, met die bekende praatjes, nou ja, toen was het eh, rustig op straat en eh, onze pensioenen werden uitbetaald, was niet veel, maar toch... Eh, ja, dat idee. Want natuurlijk, de grote massa van de mensen is geïnteresseerd in routine en stabiliteit. Ja. Maar jij zegt en niet, dat... niet in ingrijpende en, en onverwachte veranderingen. Ja, maar jij zegt hij is niet, niet populair. Dat is, dat is wel afgenomen, maar nog steeds staat 70 het blijkt uit peilingen, achter hem in Rusland, ook voor deze. Uh... Ja, dat is waar. Die zijn natuurlijk ook uh, omvangrijk uh, gemanipuleerd door de staatsmedia. Dat zal wel, maar dat kan, dat naar kan mijn idee, vrij makkelijk omslaan. We hebben dat natuurlijk ook gehad met de interventie in Afghanistan. En Die tenslotte ook een, een vrij, vrij belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ineenstorting van het bolsjewistische regime. Er zijn ook geluiden van mensen die uh, denken: van ja, nu door dit uh, voorval en alle sancties vanuit het Westen wordt Rusland een uh, provincie van China. Uh. <laughs> Het is een hele grote provincie. En daar kan China nee, van, van profiteren. In die zin, dat is het al lang. Het is een het is, mini-economie. Nou, dat moet ik niet overdrijven. Maar het is een betrekkelijk kleine economie. Daar hebben we het al meerdere malen over gehad. De, de Duitse economie is drie keer zo groot als de Russische. Soft power wint. Kan even duren, maar soft power wint nee. altijd. Dan heb je nog een man die heet Han. En die vraagt de Russische maffia. Kunnen die nog wat gaan doen? <laughs> ik heb geen flauw idee. Volgens mij bestaat het hele landsbestuur in Rusland uit maffia. Ja. Ik ben wel benieuwd of Poetin nu iedere keer als hij thee drinkt, dat hij dat hij laat. het toch zo'n eten ook voorproeven. Want hij is natuurlijk bang dat... <laughs> dat schijnt uh, hij te zijn, ja. Dat iemand wat er doorheen ja, hoort. Ja, hij is natuurlijk slag. Nou ja, had daar ook last van. Er zijn natuurlijk luiden die al heel snel vervallen tot paranoia. Ja. Omdat ze wel begrijpen dat ze niet bijster populair zijn. En dat er steeds meer mensen zijn die er belang bij hebben dat ze opdonderen. Ja. Ja, het is helemaal niet leuk om zo in zo'n positie in te nemen. Nee. Je hebt wel al die ballen paleizen en zo. Dat maakt toch ook al dat hij dan zo aankomt masseren met twee van die lakeien die weggelopen zijn uit een operette film. Het is, uh, nou ja, het is treurig genoeg ja. op zichzelf. Dan hebben we deze man nog eventjes. David of David, die heeft ook wat gezegd en Wat is uw beschouwing van de dreiging van een invasie van Taiwan vanuit het Chinese vasteland? En denkt u dat u deze dreiging wellicht minder zult bagatelliseren na uw foutieve inschatting van de Russische dreiging met betrekking tot de aanval op de Oekraïne? Ik kijk vol uit naar uw antwoord. Hoorachtend David. Nou, dit is vrij sterk, overigens. Hij doet zo'n polygoonstemmetje. Ja, nou, of zou die, hij echt zo praten? Die toon in dat tempo, dat ja. is wel vrij opmerkelijk. <laughs> Ik heb geen flauw idee. Ik kan alleen maar zeggen dat als ik... Eh, als ik leiding gaf aan het, het grote China zou ik zeggen... Eh, gaan, we, gaan we het vooral niet doen. Eh, het, het, zal, het zal niets oplossen. En tenslotte groeien die twee landen vanzelf naar elkaar toe. Sterker nog, die zijn al zo ingrijpend op tal van niveaus met elkaar verweven... dat ik nooit begrijp waarom het ook nog eens een keer veroverd moet worden... door die stomme Chinezen. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wat je nu hoort, want de XI zou nu naar Rusland kijken en als dat door het westen wordt getolereerd... Ja, dan daar dan ik al... geloof ik ook geen vlag en donder okay. van, eerlijk gezegd. Oké, okay. oké. Okay. En dan is er nog eventjes iemand die vraagt of we 5 april, dan is het natuurlijk in Tifoli een podcast, of we misschien een onderwerp kunnen bepalen vooraf, dat je daar een soort van lezing over geeft. Misschien wel iets in het, in het kader wat een beetje past in wat we nu uh, actueel... Ja, het is eigenlijk not, juist niet de bedoeling dat ik een lezing geef. Nee, maar om daar even mee... Ik, ik, zal, ik kan moeiteloos twee uur vol willen, zo is het nou ook weer niet. Maar is het niet juist de bedoeling dat je daar een podcast maakt en dat je... Ja, precies, Dat je met... vragen uit de zaal beantwoordt. Maar iemand schrijft van misschien kunnen jullie dan één onderwerp kiezen waar je dus, dus een half uurtje iets over vertelt. omdat je dan daarover doorpraat met het publiek en vragen vanuit de zaal over andere onderwerpen meeneemt. Oh, nou ja, heb jij een onderwerp zo wat zo passig klaar okay. aanbiedt? Ik zag nog Churchill ergens binnenkomen. Ja. Zeiden mensen nog? Churchill... Ja, natuurlijk ook wel een tikkeltje afgezaagd onderwerp. Die biografie die, die van die Roberts vond ik niet slecht. Ja, die is ook vrij. is niet al te kritisch, maar. Ja. Zo'n gigantisch boek daarbij ook. Ik ben ten, Over het algemeen zou boeken misschien iets korter moeten, iets, iets beknopter. Oké. Okay. Maar, maar wel... als, als iedereen het lollig vindt, dan doe ik Churchill ook geen probleem hoor. We hebben hier de, de Train Traveler, die stuurt nog even een bericht. Nou ja, dat als je van Utrecht naar Rome wil reizen met de trein, dat je maar twee keer hoeft over te stappen. Show, en hoe lang ben ik daarmee bezig? <laughs> Retourtje Rome is altijd uh, voor je te regelen. Voor 519 euro met je eigen privé coupé, met bed, wastafel, ontbijt in de nachttrein tussen Utrecht en Zurich. Of tussen München en Rome. Overnacht je liever niet in de trein, dan reis je op gemak met één overstap naar Milaan, stuurt deze persoon. Is het is een bedrijf of zo die een bericht stuurt. Oh. Uh -huh. Het klinkt wel aanlokkelijk. Ik word altijd een beetje wanhopig als mensen heel negatief doen over de internationale trein. Als ze duidelijk het idee hebben dat alles hetzelfde is als tien jaar geleden. De enige bestemmingen waar ik het volledig met je eens ben zijn Spanje en Portugal. Ondanks dat daar de meeste peperdure spoortijnen liggen, kun je de bestemmingen verder dan Barcelona het minst goed bereiken. Met de treinen lopen de kosten astronomisch op, zegt deze man. En dan gaat de DHL weer. Dat is het mannetje. Ja, oké. Okay. Jij ja, is net voorbij gekomen. Uh, ja, ik, als die man het zegt, zal het wel waar zijn. Maar ik moet zeggen dat, dat ik de, de hele beschrijving van de reis naar Zurich. Het gaat er mij niet om dat ik ook met een reis in de badkamer <laughs> onderweg ben. Het gaat er mij om dat het makkelijkste voor dat je even besluit. Uh, ik, ik wil volgende week naar Zurich. En dat je dan makkelijk een kaartje koopt en dat je weer niet in dat klote systeem terechtkomt. Wat natuurlijk ook die vliegtuigmaatschappijen doen. Dat hoe langer je van tevoren je iets, een kaartje koopt, hoe goedkoper het is. Dat vind ik zo'n flauwekul. Ja. Stel je voor dat je met de trein naar, ik noem maar wat, van Utrecht naar Arnhem wil. En dat het de helft goedkoper is als je het een half jaar van tevoren bestelt. Dat is toch gek? Ik vind het idioot, eerlijk gezegd. Ik vind de hele beprijzing idioot. Want je weet dat je in Nederland een kaartje koopt van Schiphol naar Bologna. Dat dat. Uh, Aanzienlijk duurder is dan wanneer je een kaartje koopt in Bologna, van Bologna naar Schiphol. En hoe komt dat? Weet ik veel. Gewoon omdat ze denken dat wij rijker zijn en makkelijker uitzuigbaar. Hij doet per keer het uh, pakketje, zie je dat? Hij gaat... Ja, dat valt ook op. Hij gaat nu hij, doet hij dat maakt er een wandelingetje in de zon van. Ja, nou ja, groot gelijk heeft hij. Dan hebben we Peter Bindels, die zegt dat wellicht nog een goed onderwerp het bekroonde debuut Natural Light. Dat belicht de gewelddadige excessen van het Hongaarse leger in de Sovjet-Unie tijdens Wereldoorlog II. Ja, dat geloof ik direct. Ja. Daar hebben we het ook bij, bij de Italianen over gehad. Dat die Italianen die natuurlijk altijd zo'n sympathieke indruk maken en zo weinig verlustig lijken te zijn, zich een enorm misdragen hebben in, in, in Ethiopië, in Libië en, en waarschijnlijk ook aan het Oost vond. De onderbelichte rol van Hongarije in de Tweede Wereldoorlog is ook wel helder beschreven in het boek De Geheugenloze van Geraldine Schwartz. En het verklaart ook wel iets over de lieden van Vorm voor Democratie en hun achterban, zegt hij. Deze ja, Peter. het lijkt mij eerlijk gezegd dat het drama met de Oekraïne en Poetin, dat is natuurlijk voor, voor onze prominente populisten een hele vervelende ontwikkeling. aangezien zij voortdurend hebben gezegd dat die Poetin een geweldige man is, hè? groot gelijk heeft en een voorbeeld is voor de westerse wereld en, en geen last heeft van die decadentie waar wij onder lijden. Dat uh, kende Oesterge zal ik maar even zeggen. <laughs> dus ja, ik, dat, uh, in uw Times stonden al meerdere stukken dat de schade door, door het Poetinse aanval op de Oekraïne voor het, uh, het rechtse populisme, dat die aanzienlijk is en ja, waarschijnlijk ook nog wel toe zal nemen. Ja. Het is heerlijk weer. Je kunt heerlijk gaan wandelen. Door, uh... Ik ga nog zo'n een eentje wandelen. Ik heb geen idee hoe laat het is. Maar ik ga nog wel even een klein eentje wandelen. Nou, dankjewel weer, Maarten. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan op ons kanaal. Want dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Ik ben gedeeltelijk ook nog, toen ik jong was, niet waar, bleken eigenlijk alle narigheid van de wereld, die bleek veroorzaakt te worden door zogenaamde monopoliecapitalisten. Maarten van Rossum vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Je kon zo gek niet verzinnen, maar je doet een kast open je haalt, je haalt zo'n stapel handdoeken weg en je ziet daar al iets raars bewegen en een monopoliekapitalist. Je? Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Overal zitten ze.